De wereld van de klok is de wereld van Frank van Nuus. Gediplomeerd juwelier, uurwerkmaker en restaurateur van antieke klokken en barometers. Niet alleen voor onderhoud, voor reparatie, restauratie en waardebepalingen, maar ook voor de inkoop en verkoop van antieke klokken en barometers. Wat u hier allemaal ziet, het zijn dus klokken die door ons aangekocht, gerestaureerd en dus weer verkocht worden. En die klokken die vertegenwoordigen allemaal een mooie, goede waarde. Dus het is een waardevaste belegging. Emotionele waarde, dat gebeurt ook. Hè. Als mensen uit hun ouderlijk huis dus 30, 40 jaar naar zo'n klok gekeken hebben, dan komen ze hier en dan zeggen ze, nou, de klok heeft altijd bij mijn ouders op de schouw gestaan. Heeft de klok waarde? Kunnen we er iets van maken? En hoe gaan we daarmee verder? Nou, en dan gaan we een heel project afleggen en dan zeggen we, nou, lieve mevrouw, meneer, dit wordt helemaal niets. Neemt u het maar mee naar huis. Of we zeggen van, nou, het is verstandig om een klein beetje geld erin te investeren en dan hebben we iets leuks. Of misschien zeg ik wel van, het is echt verschrikkelijk bijzonder en we gaan ervoor. En dat maakt ook het leuke, is ook het leuke van dit vak. Dus dat, het proces in je handen verwoordt het tot iets en denk je, jeetje, wauw. En je maakt iets voor de eeuwigheid. De waarde van een klok blijft gelijk, maar soms wordt die ook meer waard. Hoe ouder de klok, des te meer die waard wordt. Dat wil zeggen dat als je een klok aanschaft en hem na jaren weer zou verkopen, dat je vaak in ieder geval het aankoopbedrag weer terugkrijgt. Nou, hier zie je eigenlijk ook een heel begerenswaardige klok. Dus dit is een 18e eeuwse tafelklok. En dit is ook echt een object waar je wat waardevast is. Deze klok is uit 1707. Dus ook 300 jaar oud. Dus dat is nogal een flinke leeftijd. Hij is volledig intact en wat heel bijzonder is aan deze klok is ebonized, dus die is gezwart. Wat we hier zien is een schilderijklok. En een schilderijklok is wel heel bijzonder. Het zegt het al, het woord schilderij en klok. Maar wat deze als extra heeft, is dus een speelwerk. Hier spreek je echt over een heel mooi, uniek stuk. We zijn er nog een paar maandjes mee bezig. En dan kunt u zich voorstellen dat hier iets heel moois hangt te pronken voor degene die ervan houdt. Nou, deze klok is zo verschrikkelijk bijzonder. Dus die klok is bijna 350 jaar oud. Is vervaardigd in de 17e eeuw in 1660. Deze klok is zo mooi gemaakt dat zie je, kom je nergens meer tegen. De jongste klok die ze in huis hebben is een elektrische klok. Die ook wel een moederklok wordt genoemd. Vroeger stuurde de moederklok nevenklokken aan. Dit gebeurt nog steeds op stations van de NS. Daar duurt een minuut 58 seconden. Hij staat dan 2 seconden stil en dan zegt de moederklok dat de klokken een minuut verder mogen. Wat hoofdzakelijk een klok bijzonder maakt, is eigenlijk zijn authenticiteit. Dus dat die origineel is. Als je goed restaureert, dan kan, als het goed is, je collega niet zien wat jij bijgemaakt hebt. Dat is eigenlijk het leukste.